Mijn naam is Tommy van der Heijden, een van de oprichters van marXact. En we staan hier in Rotterdam bij onze productielocatie van onze UNI-GNSS ontvanger. We staan hier bij de productielijn welke de groene bordjes maakt, de elektronica voor het digitaal inmeten. En hierna, na deze assembly line, wordt het verder in elkaar gezet. Deze productielocatie in Rotterdam is bewust heel dicht bij huis. We zijn natuurlijk made in Holland en dat doen we niet zomaar. Dat doen we heel bewust om ervoor te zorgen dat we de kwaliteitscontrole dicht bij huis hebben. En ook dat we automatisch voldoen aan de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen van de Europese Unie. Wat wij erg fijn vinden aan onze partner hier in Rotterdam is dat zij tientallen jaren ervaring hebben in de productie van elektronica en ook de assemblage. Wij kunnen bouwen op die ervaring en daarmee samenwerken aan een heel sterk product. Goedendag, ik ben Hans Blom, manager productions van CDS Electronics. En welke werkzaamheden wij binnen CDS Electronics uitvoeren is productie van elektronica. En we hebben binnen CDS een stroom eigen producten en ook een eigen productielijn. Maar we hebben ook een stroom protoproducten waar wij heel veel ontwikkeling doen en natuurlijk assemblatie van het producten van de klant. De samenwerking met marXact en CDS is een mooie ontwikkeling om te zorgen dat je een productie van A tot en met Z kan neerleggen. Waardoor wij ook kunnen groeien om producten naar de klant toe te brengen. En het eindproduct is zelfs compleet in een doos. Doordat wij zo dicht bij huis produceren en alle schakels van de keten dicht bij huis hebben, hebben wij optimaal kwaliteitscontrole en kunnen wij ervoor zorgen dat de klant altijd snel geleverd krijgt met hoge kwaliteit.